een walk in the park vandaag? Nou, vind ik een beetje overdreven, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat we de eerste helft op een gegeven moment goed op de rit hadden en er makkelijk onder vooruit konden spelen. En dan zie je wel klassenverschil, dus dat klopt wel. Maar nee, dat is een beetje overdreven. Ik schrok een beetje bij de 1-1. Niet zozeer omdat het 1-1 werd, maar omdat ik dacht, oei, dat is een vervelend moment. Nou ja, dat zeker. Want er was eigenlijk geen aanleiding tot een 1-1 of iets dergelijks. En, ja, je eerste schot op doel. Ja, als de schot was nog zelfs. Maar ja, in ieder geval een goed genomen vrije trap, wat gevaarlijk is. En ik denk dat wij ook iets te kort in de 16 staan op dat moment. Waardoor het ook lastiger wordt voor Sam om hem te verwerken. Maar gelukkig krijg je daarna ook snel wel weer een penalty op de 2-1. Dat scheelt wel. De trainer van Kampen vond het geen penalty. Wat vond jij? Ja, ik vind het moeilijk te zeggen. De keeper raakte volgens mij de bal niet. En dan kan hij hem denk ik wel geven. Maar er zijn genoeg scheidsrechters die hem niet geven. Daar ben ik het mee eens. Nou, dan is het 2-1 en dan lijkt er een last van jullie schouders af te vallen. Want de 10 minuten die ik daarna heb gezien, dat was van een niveau, dat zie je zelden. Ja, was een wervelwind volgens mij. Ja. Nee, ja, het kwam ineens los en het begon te lopen. Eigenlijk daarvoor al wel een fase dat het ook wel lukte. Alleen nu verandert het ook echt in de 16 met kansen en doelpunten gelukkig. Ja, en een heel mooi doelpunt van jou ook. Ja, was een mooie aanval die ik goed afmaakte. Ja, dat is niet zo makkelijk volgens mij nog, want die moest hem nog gedrukt schieten, zo'n bal met een stuit. Ik moet hem nog terugzien, maar op zich leek het niet heel lastig. Leek het vanaf de zijkant veel moeilijker. Nou ja, laten we het daar maar op houden dat het wel moeilijk was dan. Ja, daarna nog een lekker balletje achter de stambeen, helaas. Ja, kijk, op een gegeven moment... Wat een gallery play. Nou ja, dat valt op zich mee, maar je zit best wel lekker in het spel. En je maakt op dat moment de keuze om hem inderdaad achter die stambeen door te spelen, omdat je gewoon Mike Vrij ziet staan. En het ziet er dan wat mooier uit dan een gewone bal, maar het gaat wel om functionaliteit. Ja, tweede helft nog in de problemen geweest? Nee, niet. Maar ook niet meer in het spel gekomen. En daar baal ik ergens wel van. Nu hebben jullie ineens een serie te pakken. Hè? Is dit wedstrijdje 3 op rij gewonnen? Bovendien worden er ook punten gemorst. Jullie komen erbij. Ja, kijk, je ziet dat het best wel dicht bij elkaar staat allemaal. Dus op het moment dat je een serie pakt, dan sluit je in ieder geval weer een soort van aan, om het zo te zeggen. We hebben natuurlijk aan het begin best wel wat punten laten liggen in de uitwedstrijden dan voornamelijk. En dat is wel jammer, maar je komt er zo wel weer wel goed bij. Ja. Lang verhaal kort, een heerlijke middag. Ja, eigenlijk wel. Langs de regen. Nou ja, dat hoort erbij, dat is niet anders. Goed, gefeliciteerd. Yes, graag.